Gast, je wordt hier ook helemaal gevierd, joh. Ja, is het door gast. Checken? Je moet hier een fucking scan door. Kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van de Gier Gasten. Mijn naam is Joost en wij zijn uitgedaagd voor de vetste dag in Liel. Die moeten we helemaal gratis toeristen gaan beleven. En wie heeft ons uitgedaagd? De NS International. Zou ik zeggen, stap met ons mee, de trein in. We hebben de hele coupé afgehuurd. Ja, zo gierig zijn wij. Je hebt hier wat zitten, Martijn. Waar? We zijn in Liel! Gras! Oké, Martijn, dan lopen we dan slenterend door het prachtige Liel in Frankrijk. Het is zondag, dus de stad slaapt nog een beetje, maar er is het schijnt een hele bruisende stad te zijn. Ja, want je kan hier heel goed winkelen. Er zijn heel veel mooie parken en pleintjes. En er zijn heel veel bezienswaardigheden met heel veel cultuur en allemaal dingetjes. En bovenaan het lijstje prijkt Palais de Beaux-Arts. Dat klopt. En dat vertaal je als Paleis de Schone Kunst. Dus laten we daar gelijk even heen gaan. Gratis. Of moet ik zeggen, gratuit. We zijn nu bij dat museum dingetje. Het is wel gelijk hier in Bali of zo met een security man. Gast, je wordt hier ook helemaal gevierd. Ja, zit door gast. Checken. Je moet hier een fucking scan door. Oh, echt? Gast. Nou, we zijn de security check door. Oké, okay, en nu? Geen idee. En daar, daar eigenlijk kijk samen. Als we gewoon nu links gaan. Ja, maar niemand let op ons. Ik denk dat het hier een beetje op goed vertrouwen gaat. Je komt binnen, je kan betalen, maar het hoeft niet. Dat zou top zijn. Ja, we gaan er vandaag niet betalen. Volgens mij is de chick die daar staat, controleert de kaartjes. Die let ook totaal niet op. Ze is Pokémon's ontvangen. God, it's all free. 30 euro bespaard, pik. Ik had echt totaal geen 30 euro. 90 euro bespaard. Ja, we zijn met z'n drieën. Jij, ik en Pim. Achter de camera voor degene die dacht dat het door een drone werd gefilmd. Nou nee dus. Laten we iets jongers doen. Misschien iets actievers. Actiefs. Iets wat echt past bij een zondagmiddag. Iets als een dierentuin. De zoo. We zijn er, eindelijk. We zijn er. Mijn element. Wat gaan we hier doen? Hoe gaan we dit doen? Ik zou zeggen, laten we kijken of we kunnen inblenden met een toeristengroep. Een aantal van die groepjes die gaan zo'n zoek naar binnen. En als je met zo'n hele grote groep bent, heb je een beetje verwarring. Zullen we hier inblenden? Ja, goed, bel in. Ze denken dat Martijn een creep is. Sorry, ik zeg, Liel is eigenlijk wel gewoon de perfecte plek voor de gierige mensen. Want ik bedoel, je komt tot nu toe over gratis binnen. Je hoeft nergens voor te betalen. We zijn er gewoon al. We zijn nu bij Le Panda Rouille. Oftewel, de panda. Wist je dat de schildpadden actiever zijn overdag dan Martijn? Dat is echt waar. Op zondag. Ja, het ziet er heel leuk uit. Maar waar de fuck zijn de dieren dan? Het is toch een dierentuin? Noem het dan gewoon een tuin. Kijk, juist is Niels er toch een beetje bij. Hè? Oh, ik kan een Superman. Willen jullie nou ook naar Liel? Wij kunnen 4 gratis kaarten weggeven. Voor jou en je 3 beste matties. Comment hier even onder. En wie weet, sta jij volgende week ook hier springen. Boom. Ja, dit is toch wel echt genieten, hè, Martijn? Ja, dit is wel redelijk uniek. Je staat hier op een plein. Het is best wel koud. Maar iedereen staat gewoon met een jasje aan te bollen. Drankje erbij. Typisch Frans. Liel, ik vind je geweldig. Nou, we zijn eigenlijk een beetje verdwaald hier. Kijk, die kathedraal die kon dus niet meer vinden, toch? Maar we krijgen nu een gratis lift. Ja, we krijgen nu een gratis lift, want de taxi is te duur. Ja, dit is wel heel aardig en relaxed. We moeten eigenlijk alweer terug
terug en we konden geen taxi vinden. We hebben geen geld voor een taxi. Hey, yes. Joost, zit erop. We hebben vijf uur lang een Leeuw rondgebanjerd. Fucking leuke stad. Misschien niet lang genoeg om de stad echt zeker goed te leren niet, kennen. Zeker niet. Maar niet getreurd, lieve mensen. We gaan hier een keer terugkomen. Ja, zeker. Vond je dit nou een leuke video? Like de video en comment ook zeker als je die 4 kaarten wil winnen van de NS International naar Lille. En morgen is er een super gierige actie van de NS International. Namelijk, je kan heel goedkoop voor echt een spotgoedkoop lage prijs een ticket naar Lille boeken. Ja, en het leuke van die actie is dat het elke week weer opnieuw komt. Elke woensdag hebben ze zo'n actie, maar elke week is het een andere stad. In Europa. Dus hou dat even in de gaten. Zet gewoon aan je agenda. Woensdag, stedentripdag. Met super je beste leuk vrienden. En dan tot nu, ziens. Houdoe. En dan zeggen ze in Frankrijk. Au revoir. Merci. Au revoir.